Dit blik, dit is magie. Dit blik is echt goeie. Ik wil alsjeblieft niet door mijn muts. Nee. Ik ben trots op mijn muts. Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag maken we broccoli schoten. Oh, kut, zit ik aan mijn neus. Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag maken we broccoli schotel en dat was mijn lievelingseten als kind. Dus als je benieuwd bent naar hoe je dit maakt, kijk dan vooral de video. Wat heb je nodig? Broccoli, aardappelen, kastanje champignons, kaas, curry en mayonaise. Het magische ingrediënt, basis voor champignonsoep. En je moet echt specifiek dit rode blik hebben. Dit is nog dikke soep, dus niet verdunde soep. En dat maakt een hele chille saus. En dan verder nog zout en peper. As always. Een knoflookje. En één knoflookteentje. Eén knoflookteentje. Want die was op. Maar eigenlijk moet je er meer van één. Ja. De luie variant is dat je dit allemaal bij elkaar gooit en het in de oven duwt. Maar ik heb een beetje haast, dus ik ga het voor bakken en voor koken. Dus er staat alvast een pan met water op het vuur. Ik heb hier een vergiet in, zodat we de aardappels onderin kunnen koken en bovenop de broccoli kunnen stomen. Nu, zeg 10 minuten of zo. En dan hoeft het straks niet zo lang in de oven. Nou, en dan als je champignons plat liggen en het boeit je niet zoveel in wat voor stukken ze erin gaan, dan doe je gewoon vat. Geen mes nodig. En dit bakken we nu. Hoe lekker was het? Heel lekker. Lekker. Dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Oké, doei. Ik weet dus niet waarom dit erin zit, maar volgens mijn moeder moet dit erin. En dit is mijn lievelingseten als kind, dus ik doe het maar gewoon. Met een extra beetje mayonaise. Ik denk dat het er wel gewoon uit kan eigenlijk. Dit gaan we maken! Moet ik hiervoor liggen? Ja. Broccoli schotel!